Yvonne Kolderweijer krijgt kritiek van de betalende leden van haar afgeschermde jews kanaal Er is onder deze ongeveer 4000 mensen onvrede over de hoeveelheid Juice die ze plaatst. Op de meeste dagen wordt er namelijk helemaal geen enkele story geplaatst. De sapdiva heeft daarop gereageerd en stelt dat het nou eenmaal komkommertijd is. Wat een onzin, zegt privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds. Het is nooit komkommertijd in ons vak. Dat lijkt soms en mensen vragen altijd: ja, dan is het zeker wel stil? Nee, de grootste scheidingen waren altijd in de zomer en als het nu stil is. Het kan over een uur allemaal anders zijn, natuurlijk, zegt hij in de podcast strikt privé. Hij vervolgt: maar ik hoorde een collega erover klagen, ja, dat het komkommertijd was. Ja, zij moet natuurlijk haar abonnees tevreden houden. Kijk, de onze krijgen elke week dat weekblad op de mat. Die weten dat. De privé staat ook nu weer bomvol, al dus Evert. Ja, dat is deze week met de bruiloft van de zoon van Rob de Nijs. Uitgebreid op zeven pagina's met prachtige foto's van Rob, waaronder een heel ontroerde waarop hij de stropdas strikt van de bruidegom. Die blik in zijn ogen die doet wonderen voor heel veel mensen. De volgers van Yvonne zouden erbij in slaap vallen, maar voor de leestafels is dat natuurlijk hartstikke gezellig zo'n fotoserie. Al met al is het volgens Evert dus geen nieuwsluwe periode. Als het al stil is, over een uur kan het allemaal anders zijn en dan storten we ons daar weer op.